En maar Willy, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ja? Jij hebt, hoe lang heb je hier gewoond? Mag ik trouwens je zeggen? Ja hoor, ja? 42 jaar. Nou, dat is echt best wel wat. Maar ze hebben er wel wat moois van gemaakt, geloof ik, hè? Ja. Ja, daar ben ik hier eigenlijk voor om het pand even te gaan bewonderen. Ik zag dat hij... Oh, ik dacht dat hij het ging taxeren. Nee, dat ben ik niet zo goed. Ik zit altijd veel te laag. Nee. Ik heb er zo graag gewoond, want het is zo rot. En ik woon nu zo klein. Oh, het is heerlijk. Ja? Ja, nee, ik ga mee, want anders... Nou, Willy, leuk je even te zien. Tot de volgende keer. Hey, zullen we even naar binnen gaan? Ja, heel goed. Ja, jullie hebben heel veel mooie Middelburgse foto's, hè? Heeft Martin zelf gemaakt, die foto's, hè? Echt waar? Ja, ja. Rondje stad. En dat toch een vrij hoge resolutie, of niet? Ja. Ja, gewoon met een normale camera. Ja. En nu was het grappig, jullie zaten hier al lekker op het bankje. Nou, dan komt de oud-bewoonster langs. En Lina, dus daar heb je gelijk een beetje het buurtsfeertje van het Damplein. Ja, dat is heel leuk. Maar ik heb jullie ontmoet... Later ook nog meerdere keren, maar de eerste keer was inderdaad toen de familie van de IJssel dit net aan het leegruimen was, aan het leeg verkopen. Ja. Kunnen jullie even kort zeggen wie jullie zijn? Want ook al kennen sommige mensen jullie al langer. Okay. Ja, wij zijn Martin en Evelien Rotti. Wij hebben sinds 4 jaar, in september is 4 jaar, wonen wij hier. We hebben eerst in Grijpskerken gewoond. En dan zijn de kinderen opgegroeid, zijn naar school gegaan. Dat was hartstikke leuk, echt een heel leuke tijd gehad. Daar hebben we 15 jaar gewoond. En toen dachten we van, ja, Middelburg, we waren heel erg op Middelburg gefocust. We werken allebei in Middelburg. Martin werkt bij Eastman. Ja. Ik werk bij Beaumont op de markt. Dat was vroeger die sigarenzaak. Ja. Dan mocht ik voor de leraren van de stedelijke mocht ik ook een pakje check gaan halen. Dus dat staat toch in mijn geheugen gegrift. En dan was altijd zo'n oud mannetje of een vrouwtje die dan achter deze deur denk ik. Ja, die toonbank stond hier. Als je daar staat, straks een putje de vloer nog voor Ja, dit is het. De pand is natuurlijk 19 meter diep, maar we hebben de benedenverdieping gesplitst. Precies. Aan de achterkant. Oké, en boven? En boven woonkamer en de keuken. En daarboven nog 2 slaapkamers slapen de kinderen dan. Ja. Oké, dus je hebt het gewoon zo verdeeld? Ja. Ja, dit is al. Je loopt hier zo gewoon de slaapkamer in. Ja. Er zaten van die luikjes in om dus de etalage aan te vullen. Oh, zo. Ja, nu snap ik het. Ik weet dat mensen daarin gaan kijken, dat wisten wij. Dus dan hebben we gewoon maar een gekke foto. Dan hebben ze wat te zien. Dikker en de dunne. Ja. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dus dat is dan echt nog gewoon van de etalage. Ja, en die ruitjes en zo, dat zijn ook allemaal de originele, toch? De originele inderdaad, ja. En de vloer, die heb je ook laten zitten, of niet? Ja, die heb ik elkaar geschuurd. Ja, die is prachtig, hè? Ja, dan hebben we opnieuw in de olie gezet. Ja, daar komen we 100 jaar vuil vanaf of zo, hoor. Ja, dat zal. Zijn een beetje verder op ongeveer. En later is het toen opnieuw verbouwd, die voorgevel, naar 2 voordeuren in de winkelruimte. Dat was rond 1900. Nou, dat is ook helemaal state of the art, hè? Mooie stortdouche. Alles zelf gedaan. Hoe komt dat je zo handig bent? Gewoon proberen. Ja, echt? Nou ja, als ik dingen probeer, dan kan alleen zo'n foto zou wel scheef hangen. Ik heb vroeger de allereerste serie van IJhuis en Tuin heb ik veel gekeken. Dat heb ik nou geleerd. Nou ja, het ziet er echt strak uit. Ik ben geen specialist, maar dit ziet er gewoon allemaal heel strak uit. Dit vind ik ook heel mooi, die balk. Heb je dat? Ja, dat zijn oude spoorwagon. Oh ja? Die eiken vloerdelen waar spoorwagon zijn, dat heb ik ook helemaal kaal gemaakt. Ja, want dit is de gang. En herinner ik me nou goed dat ik hier vorige keer helemaal kon doorlopen? Ja, klopt. Maar dat was hier, dus waar ik nu tegen de keuken aan loop, dat was gewoon open? Nee, dat is bij de deur, zeg maar. Niks. Oh, ja. Daar loopt het door. Maar daar is net een betonnen vloer gestort, dus dat mag je straks ook... Dus jullie wonen zelf boven, maar dan heb je de opgang in huis? Ja. Je hebt gewoon eigen ingangnet, hè? Maar je doet ook met ontbijt en dergelijke? Nee. Dat nee, niet? Nee, het is een logement, hè? Ze mogen logeren. Ja. Tada! Oh, dit is ook leuk, zeg. Ja, dit is meer van de IJssel nog gedaan. Hoi. Ik dacht, nu komt het. Het is geen eiland. Het is wel een eiland. Een mol-eiland. Zo noemen we het. En nu hebben we het opgeruimd, maar meestal ligt er van alles. Daar leg je alles op. Ja, als je binnenkomt, gooi je je tas aan neer. Het is super ruimtelijk. Ja. Oh, dus normaal ben je niet zo schoon als wat ik nu zie. Nee, nou 6 weken niet goed. Nee, het blinkt gewoon. Nee, maar het is wel prachtig. Ja, deze keuken zat er al in. Het is een redelijk steile trap. Ja, het is voor de achterhuis is echt verschillend qua hoogte. Boven is het ook. Voorhuis is volgens mij ouder, denk ik, dan het achterhuis. Maar weet ik niet zeker, maar je hebt een heel ander soort plafond, heb je ook. Ja, je hebt natuurlijk een mooie achterkant, maar het uitzicht hier is ook te gek. Ja, maar 's morgens is het met een kopje koffie aan de eettafel is heerlijk. En dan ook zo'n lekkere lichtbank. Ja, dat is echt te gek. Ja. Als je hier kijkt, dan kijk je weer naar beneden de gang in.
door dat glas. Dat is ook wel glas gedaan. Ja. Ja. En hier zit dan nog een glazen deur tussen. Oh ja, hier. Ja. Ja. Dan ga ik naar boven. Dus ja, ik ga van boven leuk. Kijk je helemaal naar beneden. Ook, ja. Dat is wel leuk gedaan. Je kan er ook op staan. En jullie zijn met z'n vieren? Ja, onze zoon is al 7 maanden weg, maar hij woont hier normaal gesproken ook. Die dacht, ik druk mijn snor, dat ding uit. Die zit in Ecuador en die kan niet daar. Oh ja, dus, dat is ook niet verkeerd. Zit hij vast, ja? Ja, hij wordt niet gevlogen. Dus, vindt hij het vervelend dat hij vast zit? Nee, hij is heel erg verliefd, dus hij vindt het niet. Op een dame of op het land? Ja. Nee, op een dame. Dat is ook weer een mooi verhaal. Hoe raak je onze middelburgers kwijt? Ja. En jij blijft nog wel even thuis wonen? Hij komt hier. Ja, waar ben jij? Nou, dan kom je wel al in de leeftijd dat het zomaar kan dat je weggaat. Ja. Maar je vermaakt je wel in Middelburg. Ja, maar ik ga wel nog naar school hier zo. Dus. Ja, eerst dat maar eens even afmaken. Ja, dat is misschien beter. Ben je ook blij in het huis? Ja, maar dicht bij de stad. Ja, want dat dorp zelf ik niks. Dus. Ja, maar je hebt dan een groot deel van je leven op Grieps gewoond. Ja, dus dat is wel heel anders, maar ik vind het wel heel leuk. Nu woon je in de mooiste stad van Zeeland. Ja. Jullie hebben gewoon een groot deel van die hele bijzondere tuin die we nooit zien. Ik heb al zo vaak naar dat muurtje staan staren. Je kan er niet overheen gluren, hè? Nee, precies. Hij is echt hoog. Nee, het pand naast ons heeft geen tuin. Dus daarom hebben wij... Ja, want dit was... Ik noem het nog altijd de oude Eros. Ja, de sectie. Dit is ook voor ons, hè? Dit hoort er ook bij, hier de zijkant. Ja, hier die zijkant is ook... Ons huis loopt achterlangs... Dit hoort bij jullie huis, wat ik nu op kijk. Oké. Ja. Maar vroeger was dan hier ook dat bioscoopje, nou hoorde dat bij de... Nee, dat zit net daarvoor nog. Oh, ja, dan kwamen ze hier toch door dat poortje, die mannen? Nee, dat is het poortje ervoor. Oh, er is nog een poortje. Als het goed is, de poortje ervoor. Ja, er zit een extra deur, zeg maar. Ja, dit is toch de waanzin, joh. Ja. Daar heb je nog eens zo'n lekkere tafel. Ja. Ja, zeker met die warme zomers nu, dan zit je daar hier. En is dat een garage met ook nog aan de achterkant ingang of zo? Nee, nee. Ik zie het toch wel. Ik zie de zijkant kunnen uit. Ja. Ja, ja. Maar lekker veel ruimte. Nou, de lange Jan zo. Ja, hè? Oh. Wat een te gekke plek zeg. En hier kan je nog eens zitten. Het is niet dat jullie nergens kunnen zitten. Nee, het is een lekker plekje hier hoor. Ja. Niet alles hoeft af te zijn hè. Maar weer zo'n leuk niveauverschil. Ja. En hier zit je dus achter de sexshop, laten we zeggen. Ja. Dat zit hier. En dat is nu Laprezen helemaal? Ja. Dit is een dakterras, denk ik dan, hè? Of niet? Ja, kijk mooi. Dan kan je hier links kan je dan de tuin in. Ja, dit is net het vloertje is net gestort vorige week hier. Dus dat is zo... Oh, echt? Ja. Die heb je opgehoogd? Ja, het liep helemaal scheef. Ja, het is helemaal scheef. Ja, uiteindelijk heb je er dan dus ook wel veel kluswerk aan gehad. Hier beneden heb ik alles verdiend. Ja, het ruikt ook echt lekker naar dennen. Ja, ja, het is een taxus, is het, die boom. Een best mooie boom. In het najaar heb je een tapijt van besjes hier omweer. Ja, dat is dan een nadeel. Ja, dat is wel... Maar die achterkant en bovenkant, dat ziet er eigenlijk ook gewoon heel nieuw uit met al die... Ja, dat is ook toen 12 jaar geleden ook, voordat wij het kochten, helemaal opnieuw opgemetseld. Die kozijnen zijn ook allemaal nieuw. Dak ook, het hele dak is eraf geweest. En... Ja, toch vind ik het wel leuk met al die... Ja, het is een heel leuk huis ook. Die heb je niet zelf gemaakt, de foto's of wel? Nee. Zelf geprint. Maar dat is lekker zeg. Je de kan, je lijst, kan... De lijsten komen bij mij die wassink uit de container. Ja, dat is ook zo. Kan je zo je badkamer instappen? Ja, badkamer in. Alleen als er eentje gaat zitten op de pot zitten, dan heb je niet veel privacy als de andere in bed ligt. Het is alleen een plaswc. Maar kunnen jullie er even van elkaar? Ja, wel gewend. Ja. En weer die fotostof zeg. Ja. En dat is van hiervoor, ja. Ja, en hier heb je ook weer van het hout. Ja. Dat het is hetzelfde wat... hè, als... Ja. Pablo, kom eens hier. Kijk. De kelder. Ik denk dan meteen, zat hier vroeger een put of zo? Nou, nee, het ligt gewoon los. Het is allemaal een beetje hond tegen wol. Het is allemaal niet zo vlak meer. Maar toch heb ik het gevoel dat ik nu naar hele oude stenen kijk. Daar een oude... Ja, die vloer denk ik daar echt wel oud is inderdaad. Maar ik heb hem helemaal leeg gehad. Wat hij had, lag hier zo dood te gaan. En dat stonk enorm. Ja? Dus ik heb hem helemaal leeg gehad, schoongemaakt. Ik zit er gewoon niks meer in. Dat, Volgens mij heb jij helemaal suf gewerkt hier zelf. Ik ben wel lekker bezig hier al. Ja. Nou, dit vind ik voor een puberkamer vind ik zelf heel netjes. Ja, dan kan ze zeggen... Ja. Daar studeert ze. Kijk zeg. Ik zelf zie hem overlicht natuurlijk. Prachtig. Ja. Hoe diep zou het zijn dat pand? Ja, op diepste punt is 20 meter. Ja, er zit hier nog een verliezingje boven. Ja, maar toch, als ik hem was, maar hij is een gamer of zo, zie je ja. Maar ik zou dus echt naar de raamkant gaan zitten. Wat een te gek uitzicht, joh. Ja. Kamen jullie vroeger ook een café Meccano? Niet zo vaak, ik ben wel eens geweest.